Het is afgelopen. Excelsior degradeert. Lammers heeft het niet kunnen redden. Uiteindelijk de ploeg te licht bevonden voor de Eredivisie. Wij hebben denk ik als groep en als technische staf, medische staf, tot aan de laatste minuut hebben we er alles aan gedaan. Alleen dat het te kort is, ja, dat is heel teleurstellend. En ik ben je trots, met name trots op wat de groep heeft bereikt, wat ik zelf heb bereikt dit jaar, waar we vandaan zijn gekomen. Aan de andere kant ben je heel erg teleurgesteld en vanwege het feit dat je bent gedegradeerd, dat het niet genoeg is geweest. Als je 1-0 achterkomt, dan weet je al dat het heel moeilijk wordt. Het was al vrij snel in de wedstrijd. We hadden ook niet echt het gevoel, we konden wel aardig meekomen, maar ja, PSV ging niet eens vol gas en toch creëerden ze al kansen. Ja, en op een gegeven moment wordt 2-0 en dan weet je wel dat het een hele lastige dag wordt en dat misschien dat het zover is. Alleen je probeert toch nog die 2-1 te maken en dan weet je het, we hebben ook in de rust gezegd, je weet het nooit. Want PSV, als we nog beter hadden kunnen spelen, hadden ze een hele lastige middag kunnen bezorgen. Het is natuurlijk al eerder fout gegaan. Welk moment kan jij aanwijzen waarop het echt mis is gegaan? Dat een beetje begon bij Utrecht uit, hè. Daar was je de betere ploeg, daar had je moeten winnen. En uiteindelijk verlies je die wedstrijd daar. En, ik denk dat vanaf daar eigenlijk de punten zijn laten liggen. Over het hele seizoen gekeken, waar ligt het aan? Nou, misschien uiteindelijk aan kwaliteit. We scoren niet makkelijk en... Ja, ik denk dat je uiteindelijk toch, wil je winnen, moet je kansen maken. En we creëren wel iedere wedstrijd genoeg kansen om een overwinning eruit te slepen. Alleen, wat ik zeg, we hebben nooit echt door kunnen breken. Hè. We hebben wel eens 2-1 voorgestaan en dan moet je eigenlijk 3-1, 4-1 maken. En je krijgt gewoon net zo hard weer om je oren en je verliest uiteindelijk gewoon een wedstrijd. Als je het voetbal hebt gezien van ons en dat wij altijd proberen te voetballen, dat siert ons. Alleen het is niet toereikend geweest, dus daar moet je ook reëel in zijn. Hè. Daar komen meer dingen bij kijken om een wedstrijd te winnen als alleen voetbal. En dat is ervaring en dat is een beetje geluk. En dat hebben we dit jaar weinig gekregen. Ja, kijk, je moet reëel zijn. Als je aan deze klus begint, dan weet je dat het moeilijk wordt. Gezien de begroting en gezien de grootte van de club. Maar dat betekent niet dat je niet kan verrassen. Dus dat hebben we ook... af en toe wel eens gedaan. En we hebben ook, wat ik al zeg, bij regelmaat toch niet dat kleine beetje geluk gehad wat je dan als Excelsior nodig hebt om net dat stukje meer te kunnen bereiken dan dat men verwacht van je. Met wat voor gevoel ga jij Excelsior verlaten straks? Ja, toch wel enigszins teleurgesteld. Ik bedoel, je wist dat het een heel moeilijk jaar zou worden. En ik denk niet alleen ik, dat wist iedereen. En ik denk als je naar de feiten kijkt, waar wij vandaan zijn gekomen en waar we zijn. En wat we hadden en waar we nu staan. Ja, dan staat er een goede basis om volgend jaar gelijk weer een goed resultaat neer te zetten. En dat is jammer dat je dat niet af mag maken, want daar werk je gewoon keihard voor en dat is teleurstellend. Als we ook opgeteld, zeg ik nou, we hebben ons best gedaan, iedereen heeft hard gewerkt, heeft eruit gehaald wat erin zat en het is helaas niet gelukt. Verandert er iets qua beleid met deze degradatie? Nee, niet echt. Kijk, het is natuurlijk zo dat je het altijd twee scenario's hebt als Excelsior zijnde. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging om volgend jaar gewoon weer mee te doen. En dat mensen weer meer overwinningen hier zien dan dit jaar. Want mensen willen toch graag overwinningen zien.
En je wilt ook hoog voetballen, maar als je wint dan is het altijd weer wat makkelijker. Dus daar moeten we ons best voor doen, denk ik.